Welkom bij De Vis. Mijn naam is Jeroen en vandaag stel ik jullie de nieuwe i30 voor. De nieuwe i30 blinkt uit in alle opzichten. Kijk maar naar het vernieuwde design. Hoogtechnologische snufjes en heel wat veiligheidsopties. Denk maar aan noodstopsysteem, lane keeping assist en dodenhoeksensoren. Aan de snuit vallen meteen de daglichten op. De V-vormige ledlichten maken de wagen een echt eye-catcher. Een leuk detail, het zijn ook de knipperlichten. De vernieuwde blinkende grille heeft de wagen heel wat karakter. Het is dan ook het nieuwe kenmerk van Hyundai. De achterbumper werd volledig onder handen genomen. De dubbele chrome lijnen geven de wagen een echt exclusieve touch. Binnenin heeft de nieuwe i30 een echte high-tech uitstraling. Kijk maar naar het 7-inch digitale dashboard. Daarin kun je de meest essentiële rij-eigenschappen terugvinden, zoals de energiestroom, digitale kilometerteller en navigatie-instellingen. Het centrale aanraakscherm heeft je gemakkelijk toegang tot de vernieuwde DAB-radio en de heel duidelijke GPS. Nu, hij is ook uitgerust met heel wat smartphone-applicaties. Denk maar aan Android Auto en Apple CarPlay. Ga je voor meer luxe? Dan komt de nieuwe i30 met comfortabele elektrisch lederen zetels en een panoramisch opendak. De nieuwe i30 is uitgerust met een mild hybrid systeem. Nu, wat is dat eigenlijk? Dat is een 48 volt zware batterij die de klassieke verbrandingsmotor helpt om de wagen minder te laten verbruiken en minder te laten uitstoten. Nu, je hoeft de wagen niet zelf op te laden. Dat doet de wagen voor jou. Hoe harder je remt, hoe meer energie dat hij opslaat op zijn batterij. Heb ik je warm kunnen maken voor deze wagen? Neem dan zeker contact met ons op. Of neem een kijkje op onze website garagedevis.be.